De premier, collega's, vandaag is een historische dag voor Groot-Brittannië, voor Europa en voor de EU. Voor het eerst kan een volk zich bij referendum, de Brexit, uitspreken over de ondemocratische beleid van de Europese Unie. En Groot-Brittannië kan daarbij zijn soevereiniteit, zijn onafhankelijkheid opnieuw herwinnen, of zoals Boris Johnson het gisteren nog zei, Today is Independence Day. En laat ons ook hopen dat dat zo is. Het is ook een dag van hoop, meneer de premier, een dag van hoop, omdat Groot-Brittannië het EU-juk, en ik zeg niet Europese, maar EU-juk van zich kan afschudden en dat hopelijk een sneeuwbal kan betekenen, een precedent kan betekenen voor heel Europa, zodanig dat alle volkeren in Europa, alle 28 opnieuw, hun soevereiniteit kunnen herwinnen, baas kunnen zijn over hun eigen grenzen, baas kunnen zijn over hun eigen centen, baas kunnen zijn over hun eigen land. Of, zoals Nigel Farage het zei, it's time to take back our country. En wat doet de Belgische regering? De Belgische regering, onder aanvoering van de premier, maar ook van de vicepremier, en uiteraard daarin gesteund door de lokale minister-presidenten, zoals Geert Bourgeois, die huilen mee met de eurofiele wolven in het bos. Figuren à la Junkers en Tusk, die nooit door één Europese burger overigens zijn verkozen, die vooral hun eigen toekomst voor ogen hebben en dus ook die van de EU. Deze regering heeft de voorbije dagen vooral aan stemmingmakerij gedaan. Niet in het minst, minister Peters. Stemmingmakerij waarbij uiteindelijk de Brexit werd afgeschilderd als een soort van doemscenario voor alle Europeanen, ook voor ons, Vlamingen en Walen. Terwijl het juist een wissel is op de toekomst, die Brexit en de mogelijke exit ook van ons land, de Vlexit en de Wexit, de exit van Vlaanderen en Wallonië uit de EU. En mijn vraag aan de premier ligt dan ook voor de hand. In plaats van doemscenario's te lanceren, werkgroepen met baronnen en graven, die worden opgericht trouw in de pas van het regime en het Koningshuis en dus ook van de EU, zou het niet beter zijn om ook hier de kans te geven aan het volk, de man in de straat die gebukt gaat onder het juk van de EU, het dictaat van de Europese Unie, om uiteindelijk zich uit te spreken? Durft u de uitdaging aan om de Vlamingen en de Walen hun mening te geven over de Europese Unie en de kans te geven om uit die Europese Unie te stappen? Dank. Meneer de minister, uw antwoord is duidelijk. Als er een Brexit komt, als Groot-Brittannië zich afscheidt van Europa, dan gaan we hier, in plaats van ook hier, de mogelijkheid te geven aan de bevolking om zich uit te spreken, dan gaan we een conclaaf organiseren met 28 regeringsleiders en dan gaan we nog meer de Europese Unie bepleiten bij de bevolking. We gaan dus net het omgekeerde doen van datgene wat men in Europa niet doet, maar in Groot-Brittannië wel. Namelijk het woord geven aan het volk, de kans geven aan de kiezer om zich uit te spreken. En ik had van u niks anders verwacht. U bent uw orders gaan halen gistermiddag blijkbaar bij Donald Tusk. Het zij zo, dan weten we ook waar u uiteindelijk uw directieven rechtstreeks vandaan haalt. Maar laat mij toch nog dit zeggen. Wie vandaag pleit voor een Brexit, die pleit niet tegen Europa, die pleit tegen de EU, tegen de Europese Unie. Want de Europese Unie is van een economisch project geëvolueerd vandaag de dag naar een politiek project. Dat van een superstaat die boven de hoofden van onze soevereine parlementen en boven de hoofden van de burgers regeert en de burger van alles oplegt. Over immigratie, over belastingen, wetten die we niet willen en waar we niet kunnen over beslissen. Meneer de minister, laat het mij misschien zeggen met de woorden van iemand die weet waarover hij spreekt. De laatste leider van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, die over de EU onlangs zei: de EU is een nieuw soort Sovjet-Unie geworden. Hij heeft gelijk, er is maar één oplossing. Net zoals we met de Sovjet-Unie dank u, meneer de Winter, afrekenen met die superstaat en onze eigen... Meneer de Winter, gaat erover. ...opnieuw centraal doen.